In Porto, we moor next to sailing cargo vessel Tres Hombres and meet its captain, Andreas Lackner. With two friends, he set up Fair Transport, a shipping company that uses sailboats to ship rum, cacao, and coffee beans across the Atlantic. Yet he tells us that emission-free transport is not their only mission. What we daadwerkelijk doen is, mensen aan het denken zetten en stimuleren. We zijn eigenlijk meer een beweging dan een bedrijf. Het beetje geld wat daar rondgaat in ons bedrijf is bijna niks in verhouding tot wat wij in de harten van mensen teweeg brengen. Dat is eigenlijk wat we willen. We willen mensen stimuleren om goed te zijn voor de wereld. As we've seen at sea, fossil fuel powered ships pollute the air with soot, sulfur and CO2. Andreas explains the differences between fair transport and fossil fuel based shipping. Die grote schepen die verstoken olie, dat kost 15 cent per liter zware olie. Dus daar zit het verschil. Wij houden er rekening mee. Wij maken die kosten en met die kosten maken we niks stuk. Maar hun maken die kosten niet, omdat ze gewoon gesubsidieerd goedkoop olie verstoken. En dat schadigt het milieu. Want daar komt de prijs vandaan, omdat daarmee geen rekening gehouden wordt. Op land zou je dat niet eens kunnen doen. Maar op zee, ja, die schepen zijn ver buiten. Niemand ziet het. His message goes far beyond transport. It concerns our way of living and consuming. Vraag vervoeren is eigenlijk helemaal niet nodig. Je leeft ergens in Nederland of in Oostenrijk. Alles wat er rondom jou groeit, daar kan je van leven. Je hoeft geen vervoer, dat is totaal onnodig. Maar ja, ik vind rum lekker. En cacao en koffie. Er zijn meer mensen die koffie drinken, daar waar het niet groeit. Dus nou, dan gaan we dat ervoor zien. Maar niet op kosten van het milieu. Het is duur, maar je hoeft het ook niet alle dagen te hebben. Dus dat is ook bij ons. Iedereen eet alle dagen vis, dat kan helemaal niet. Dit soort dingen. Het moet soms gewoon, het moet duur zijn, dat heeft gewoon zijn prijs. En dat je het niet te vaak doet, zo kan, dan kan de natuur daar ook mee door. Wij willen mensen stimuleren. Dat is wat we willen, een beetje. Niet dwingen, maar laten zien dat het gewoon dat het lukt en dat het kan. En dat je gewoon meedenkt bij wat je koopt. Hoe je omgaat met de natuur. Want wij moeten er ook. Ja, er zijn nog veel meer generaties die zich hier daarmee doen. Dus, kortzichtig denken, dat willen we wegtrappen.